als de paarden de laatste bocht gaan uitdraaien en de aanval wellicht geopend gaat worden op Bizar Zandbergen, die nog altijd als leider de laatste rechte leiding komt, maar Everglide Rapida, die is ter stelle en die gaat proberen de leiding over te nemen als de paarden de laatste 200 meter ingaan. Aan de binnenkant Bizar Zandberg, aan de buitenzijde Everglide Rapida, erachter Broer van Bremen, Donder Freo, op haren en snaren gaat het, aan de binnenkant Bizar Zandbergen, aan de buitenzijde Everglide Rapida, Everglide Rapida, Bizar Zandbergen, too close to call. Daarachter op de derde plaats dan Broer van Bremen, gevolgd door Donder Freo en Eagle Trans Air. Paarden rijden aan. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart en verkleid. Rapina had een vliegende start uit het vak en heeft een lengtevoorsprong genomen op Broer van Bremen. De twee principalen in de wedmarkt die gaan voorin. Daarachter op de derde plaats Donder Freo, die gevolgd zelfs geflankeerd wordt door Bizar Zandbergen. Als we nu de koelboxbocht voor de eerste keer ingaan. Daarachter volgt op dit ogenblik dan niemand minder dan Boten Lion. Die wordt voorafgegaan door Iron Miliore. Daarachter volgt dan de nummer 7 Eagle Trans Air. We zijn aan de overzijde van de baan. Met aan de kop nog altijd Everglide Rapida. Die heeft een halve lengte voorsprong genomen. Aan de buitenzijde komt dan Bizar Zandbergen. En die zet dan de leider onder druk. Verder weg in het veld volgt dan in derde stelling Broer van Bremen. Daarachter is het dan Donder Freo die nog voor zich moet dulden. Dat is de nummer 4 Iron Miliore. En zo gaan we dan de bocht in. Aan de start van het veld is het nog altijd Eagle Trans Air. Nu in het gezelschap van Boten Lion. En de paarden zijn in het hart van de manegebocht. En daar heeft Hiltje Charles maar met Bizar Zandbergen de leiding overgenomen. Leidt met een lengte voorsprong. Op de tweede plaats, daarachter Everglide Rapida. Aan de buitenzijde Iron Miliore en die wordt gevolgd door Broer van Bremen met dichterbij Donder Freo. Achter deze paarden volgt dan Boten Lion en laatste is nog altijd Eagle Trans Air. En de compacte cluster meldt zich voor de tribune met het ingaan van de laatste ronde. En is het nog altijd Bizar Zandbergen die leidt. Bizar Zandbergen dicteert de koers voor op de tweede plaats Everglide Rapida. We gaan de koelboxbocht weer in. Daarachter achtervocht daar een miljoen aan de buitenzijde van Broer van Bremen met Donder Freo, Eagle Trans Air en Boten Lion als Tail en Charlie. De paarden zijn halverwege de koelboxbocht voor de laatste maal op weg naar de overzijde. Bizar Zandbergen leidt nog altijd. Bizar Zandbergen heeft een lengtevoorsprong op Everglide Rapida. Broer van Bremen ligt aan de binnenkant derde. Vierde aan de buitenzijde is Iron Miliore, gevolgd dan door aan de buitenzijde Donder Freo en de binnenzijde Eagle Trans Air. En Boten Lion is nog altijd de laatste als de paarden einde overzijde zo dadelijk gaan komen. En zich afsturen op de laatste bocht met Bizar Zandbergen. Die nog altijd die lengtevoorsprong heeft op Everglide Rapida. Bizar Zandbergen, Everglide Rapida. Broer van Bremen, dan Iron Miliore. En die wordt dan gevolgd door de aan de buitenkant opererende Donder Freo. Eagle Trans Air ligt nog altijd voor laatste. En laatste nog altijd Boten Lion. Als de paarden de laatste bocht gaan uitdraaien. En de aanval wellicht geopend gaat worden op Bizar Zandbergen. Die nog altijd als leider de laatste rechte leiding komt. Maar Everglide Rapida, die is ter stelle. En die gaat proberen de leiding over te nemen als de paarden de laatste 200 meter ingaan. Aan de binnenkant Bizar Zandberg, aan de buitenzijde Everglide Rapida, erachter Broer van Bremen, Donder Freo, op haren en snaren gaat het, aan de binnenkant Bizar Zandbergen, aan de buitenzijde Everglide Rapida, Everglide Rapida, Bizar Zandbergen, too close to call. Daarachter op de derde plaats dan Broer van Bremen, gevolgd door Donder Freo en Eagle Trans Air.